Dit is de oefening om de grote teen los te maken. Pak met je ene hand hier je middenvoet bij je middenvoetsbeentje. En met je andere hand pak je het eerste kootje. Dus niet het kootje waar je nagel zit, maar het eerste kootje. Nu trek je dat kootje van je middenvoetsbeentje af. Je zet je grote teen recht. Maar let op dat je hem niet maximaal recht zet. Voel in dat gewricht tot hoever je hem recht kunt zetten. Nu ga je heel rustig je teen naar beneden bewegen. En dan weer omhoog. En je blijft trekken terwijl je dat doet. Dus je trekt het kootje van je middenvoetsbeentje af. Dit kun je 10 keer doen. En daarna kun je hem ook naar de zijkant bewegen. Dus ik beweeg nu mijn grote teen van mijn tweede teen af. Dus ik laat hem ietsjes terugkomen naar zijn oorspronkelijke stand. Ook hier weer, ga niet maximaal. Je mag geen pijn krijgen na de hand. Of ook niet tijdens, want dan ga je misschien iets te ver. Dan hebben we ook nog de variant dat je cirkels kan draaien. En terwijl je dat doet, blijf je steeds trekken. Dus met alle oefeningen. Je kunt met de klok mee en je kunt tegen de klok in.